Dames en heren, wat een fantastisch jaar was het weer. Wat fantastisch veel mooie momenten hebben wij meegemaakt. Je hebt echt veel kersthuizen hier trouwens. Paarden zijn echt mooi, want eentje die jullie me hebben gegeven, daar zit spraak bij. Dan heb je een rendier dat zijn hoofd beweegt. Mama Klaus die ook iets zegt en de kerstman iets zegt. Goed verhaal. 31 minuten aan leukste momenten van 2021. Dus we hebben nogal wat om op te Eigenlijk, denken. Als het aan mij had gelegen, had het echt wel 10 uur kunnen duren. Hoeveel uur aan content zullen we echt upload hebben dit jaar? Ik denk tot aan november een uurtje. En dan na november echt 20 uur. Ja. Tellen we schat zoeken mee of tellen we die niet mee? Nee. Ja. Ja, dat is geen content. Mensen, laat een blauw duimpje op. Vergeet niet om te abonneren. Dit zijn de leukste momenten van 2021. En wij vinden dit ook een kutvideo, maar die vorig jaar had veel views. Nee, 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 nee. Oh, de originele grap. Oh, mensen van 6 lachen. Oh, ik ga niet even, maar een beetje hierin mee moeten doen. Hey, wat een leuk bumper. Dat is een leuk bumpertje. Heeft die van één dag andersom een miljoen views? Ja, meer volgens mij. Dat was echt zo'n slecht idee. Waarom is het negatief vandaag, jongen? Kwal? Dat was echt een top idee. Laten we 's ochtends bier drinken en 's avonds yoghurt. Dat is echt een super goede content. Ik wil het helemaal even met je zeggen dat Koen het meedoet. Gaan schaken. En daarom zeg ik ook van tevoren. Ik kan hier gewoon niet naar kijken. Ik heb dit dus nog nooit teruggezien. Vrouwen zijn de beste kappers, dus. Nee, jij jankt wel eens bij de hele dag. Oei. 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 Ik zeg helemaal niet eens meedoen. Ik jank niet, want ik zeg dat van tevoren. Ik moest elke keer weglopen om te lachen. Ja. Ik kon het gewoon niet inhouden. Stel me die aan! Hoe je het ook bent of keert, Raoul is gewoon de grootste mogol. Wat hij is Ik als goede vriend Rob verdedigen. What the fuck? Maken de grootste chocolademelk van Nederland. Oh, dat was een leukje. Eigenlijk moet iemand in. Oké, Matt, kom! Komt met die dikke balzak. Matties, potje FIFA! Dit was niet koud. Nee hoor. What the fuck? Mijn lieve twee dochters die het kijken, jaar. Papa was vroeger een beetje gek. Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij lekker een nummertje opnemen. Stapelgek. Dit is echt zo slecht. Nou ja. Wat doe je nou? Wat ben jij een kneus? Dit is een goede video, zeg. Zo. Je hebt vol door de stront gesleept. Kijk dan, joh. Dit was zo'n leuke video voor hoe zo ik dat niet had verwacht. Ik ben echt vol door de stront gegaan. Oh, mijn god. Ah, godverdomme. Oh, god. Ja, het is ongelooflijk. Ik vond het zo idioot dat je ook terug ging, ja. Oh, joh. I know. Dit is wel mijn favoriete video van het jaar hoor, deze denk ik. Milo, klop klop. Nu griep. Eerste jaar. Redelijk. Ik zou hem gewoon in één keer zon te kou doorslikken. Dat is eigenlijk een soort snoepje. Hè, ja, kip? Nee. Hey. Zijn jullie niet echt aardig voor kinderen? Dat moet je niet bekend worden. Thuis is wel gewoon een soort van thuis. En dat, ik vind dat soms dat mensen daar niet helemaal door hebben. Ik wist helemaal niet dat dit in de bank zit en zetten alles zetten op 1000 euro brood video was. Maar het is dus niet zo dat jullie een hekel hebben aan kinderen. Ja, dat is. Ik ben ook zo belachelijk geraakt zonder reden. Ah, dat is echt naar. Oh! Dat is. Yeah. Dat is echt bizar, want normaal gesproken verliezen je camera altijd een half miljoen. Ik heb ze gegeven. Die kon dus niet meer naar huis rijden. 3, 2, 1. Hey, deze is niet leeg. Ik weet niet, wat is dit? Of zo? Het is vliegen, man. Oh, ja. 500 euro op weer rood weer. Mensen, als we dit verliezen, is het einde van de video. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Ja. Kom op! Ja. Ja! Ik kan nog wijzen ernaar. Ja! Weer kortom. Ja, nee, even op. Leuk. Met Raoul. Met kortom, met die vleugeltjes. Ik heb zoveel haast vanuit de bank zitten naar mijn space. Ja. Ik heb er eigenlijk wel lastig mee. Ik trek gewoon niet langer die haast in de space. Oké, maar daar hebben wij toch voor de niks heel veel mee te maken. Nee, grapje. Ik bel iets wel anders. Hij prankt ons wel goed, ja. Hè? En nou geen probleem van al die neers in de video, dus ik kan er eigenlijk wel wat anders. Doen we dat nog steeds? Volgens mij doen we dat dan niet meer. Nee, laatst alleen heeft Milo en Slotto tegen mij. Maak het Oké, maar mocht je een keer wel iets met Space willen doen, dan... Ik dat ook in één dag twee van die pakken vleugel erbij. Misschien vind je het leuk om die Space altijd een beetje meme en zo, om een beetje met hem te filmen, maar...
Ja, maar het was al een tijdje geleden al wel. Jij pakt die pook echt sportief mee. Dat handje. Dat helemaal handje op je pook. Hé! Hey! Oh! Oh! Nu komen dus alle Natas video's. Oh nee! Ja! Jij bent een lul. Wat een mogol! Wat een mogol! Dat heb jij gedaan, hè? Dat heb ik gedaan? Dat heb Roel gedaan. Roel deed dat. Roel deed dat. Hoi, jij was lek. Jij was lek. Ah! Hele gezicht is nat. Heb je geneft? Nee, gewoon vinger weg. Mogen wij precies wat de vorige klant heeft genomen, alsjeblieft? Oh. Oh, nou dat ja, dat prima. Ja, dan wel, ja. KFC voor een popcorn. Nee, maar het is wel kip, hè. Oh. Zegt dus dat Hans denkt dat Raoul homo... Of wat had hij nou gezegd? Nee, hij dacht dat ik homo was, ja. Misschien omdat de partij... Ik wou net zeggen dat ik homo nog in. Dus die periode dat we jou twee video's alleen maar op je politieke voorkeur gingen kiezen. Het is links. Raoul. Hoe zie je jou? Nee! Dit is een Koen op Omegle. Als wij gewoon met z'n vijf in de auto zitten, is het gewoon altijd... Kerst! Ik was echt extreem links in die periode. Ja. Ben ik bijgedraaid of ben ik nog linkser geworden in die periode? Nee, je bent wel minder geworden. Je bent wel minder, je bent weer jezelf. Zing met ons mee! Zing met me mee! Oh ja! Olé! Deze video ken ik niet, wat is dit voor video? Ik voel me plots zo, oh ja, lele! Ja! Ja! Want je... Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, wat 's avonds mis ik je vaak. Zoveel. Zo. Zo. Niemand in het gezin heeft ook niet meer. Zo. Zo. Veel. Daarna had ik nog die bloem opgegeten ook. Ja, dat had ik nog niet eens in, ja. Maar daar is een mooie meme van gemaakt. In het torentje ook. Dat, dames en heren, ja. Dit is presentatie. Ja. Mensen, 2000 likes kan ook. Misschien ook verzoeknummers als jullie nog leuke nummers hebben. Ja, een paar leuke, maar zeg maar, misschien een keer iets anders als Suzanne. Nee. She is een freak, man. Dit is echt een tip van het huis voor als je snel aan wil komen. Van Gils is je kan die dikke tosti ook mee combineren. Dat vind ik zelf niet lekker. Ah, jee. Oh, oh, dit komt bij nu wel een nieuwe periode. Ja. Wat ik aanraad, is gewoon zo. Je mond open. Gadverdamme. Je hebt ook memes zijn geweest in één jaar. La 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 la, adje voor de sfeer. Ik heb een suikerboeien! Wil je wat stroop op mijn nugget doen? Hier, jongen. Dit ziet er lekker uit. Dit is echt verschrikkelijk lekker dit. Stroop was een goede vibe. Ja. Ja, 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 ja. 3, 2, 1. Zo. Oh, dit was ziek. Oh, fucking vet, ja. Oei. Hey, yo. Abonneer even. Oh, je bent net klaar hier. Je bent net voorbij. Hij wordt pas laat genomen, man. Ja! 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 Jij laat je even lul zetten. Ik zou best een nieuwe cinema kunnen worden. Onze video's zijn echt fucking leuk. Vond je het vervelend om met een bak en stroop te gaan eigenlijk? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het achteraf veel minder erg vond dan ik dat van tevoren dacht. En die hoge drugspuit toen je helemaal zo'n brandvlek had op die been. Ik heb nog steeds hier, kijk. Hey, dit is wel van die hoge drugspuit. Je hebt een litteken door de hoge drugspuit. Ja. Lekker voor je. Ik mis een teelbal. Wat een gemene opmerking. Ik ook. Steek even je hand omhoog als je vandaag in een stroopbad gaat. Hey. Ga lekker de teams allemaal uit. Van Gilze, de professionele versie. Ja. Er komt een schouderdroog model aan. Stroop. What the fuck? Wil je een pannenkoekje voor erbij? Ja, dat zou lekker zijn. Ja, je kan allemaal niet meer doen. Helemaal niet meer. Jij wist toch ook helemaal niet dat wij allemaal mail en zo achter je staan? Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind het echt leuk. Die bril wordt meegenomen! Kun je nog even iets tegen je kinderen zeggen? Papa, zoek ik schiet. Hey, mag ik even iets zeggen? Nee! Als jij nou een speelkaarten wil met het stroommannetje, volgens mij zijn die vanaf nu te bestellen. Nee, dat zou even kort zijn. Je hoeft niet naar bankzitters.nl. 10.000 stuks. Sowieso, oh, 10.000 stuks? 1000. Dan zijn ze bijna uitverkocht. 1000 uitverkocht, geen zin. Maar weet je wat? Hou dan wel de site in de gaten, want wie weet komt er nog een keer wat terug. En die kerstdraaien misschien. Ja, kan je die lekker vanavond op kerstavond? Kan je die lekker bestellen? Ja, dan kun je hem nog bestellen. Dan heb je van volgend jaar kerst weer midden. En mensen, fijne kerst trouwens. Oh ja. Nou, dat was het. We zijn
wel beseffen, die stroop hadden we natuurlijk over in die tom. En we hebben toen allemaal teruggedaan in die potten en toen weer dicht gedaan. Na 2 maanden zaten er natuurlijk allemaal maden in overal. Maar op het laatst hadden we zo'n container gehuurd. Ja, en dan gooiden we alles afval in. Op een keer gooiden we gewoon die potten stroop daar ook in. En die horen hierna breken, weet je wel. Dus die stroop loopt gewoon door al ons afval heen, gewoon op de bodem van die container. Dus ik denk ook niet dat die heel blij zijn. Maar daar hebben we nooit iets van gehoord, toch? En doucheputje, dat was gewoon daarna consistent verstopt. Ja, dat doe je daar even met stroop. Maar dat ging er gewoon niet meer uit. Nee, het was heel makkelijk van mijn lijfje afvloeien. Ja. Ja, maar... Dit was zo irritant. Hier voor de derde keer mijn koude sushi aan mijn hand vloog. Ja! De sushi! Ja! Ja! Rob, jij doet hier dit? Ja. Dit zit nog steeds op mijn tv. Soms zie je nog steeds zo'n vlekje zitten op mijn tv. Dit was zo goed. Midden in dat zadel, dat scoort hij ook nog. Het kan niet! Dit is toch niet normaal! We zetten hoeveel gezeik wij hebben gehad elke keer om die camera mee binnen te krijgen van die wedstrijd. Eén keer was ik met jou volgens mij. Toen liepen we gewoon die trap op en toen had je een soort van bijen, maar als je hem onder je shirt gedaan, dan denk ik niks gebeurd. Nee, toen kwamen we gewoon de beveiliging door en toen was er nog één zo'n vent die ons herkende en die ging het moeilijk doen. Maar ja, ik weet niet of het mocht. En toen moest ik helemaal naar achter lopen en die camera in een beveiligingskamer omhoog houden. En dan ging de beveiligingscamera checken en dan ging ze met de UEFA bellen of zo. Kijk, is toch elke keer gelukt. Dit is zo'n leuke video. In mijn tijd bij Milaan was het ging dat heel anders dan vandaag. 5-3-2 hoef je niet bij ons niet te proberen. Hoor. In de kleedkamer waren wij de baas, weet je, met Marco en Frank gewoon. Hadden een beetje het overwicht daar. Dat soort trainer kan ons niet 5-3-2 laten spelen. Dat doen we niet. Dat gaan we niet doen gewoon, zeggen wij dan. Mensen vinden wel dat mijn imitaties leuk. Ja, ja. Zo gaat het er dus uitzien in Istanbul. Ja, we trekken hier de lijn en dan gaan we vanaf. Huh? Dit was zo leuk. Yeah! Maar hoe gaan we dit openmaken? Heb je geen bekerhouders? Houd vast. Dit is een leuk verhaal. Anton had dit gespot en wij moesten allemaal lachen. En toen heeft het echt een paar uur geduurd voordat we met z'n allen erover uit waren. Oh ja, wat er gezegd werd. Op dit moment wordt de auto doorzocht door politie op wapens, drugs. Dus toen heb ik die Kalashnikov dan maar even gegeven. Wat ons erover komt. Wij moesten zo tegen de bus aanstaan. En honden ook? Drugshonden? Nee, geen honden. Die hebben ze niet gevonden in de bus. Een of andere. Hey! De drama van Boedapest. Wat zei die nou? Hey Milo, er past een vliegtuig op je voorhoofd. Allemaal trouwens. Hey, ja, wie hebben wij daar? Ik heb deze video gisteren half gezien. Ik heb een handje in de boek natuurlijk. Precies dat, ja. Van wie denk je dat deze trui is? Je mag hem even pakken en kijken. Het zit hierin ook. Nee. Daar gaat ze. Het ding is namelijk, kijk, ik moet elk weekend moet ik al gewoon toch naar dat bijenkorfje. Moet ik weer shoppen mee onder het duim. Trouwens, ik ga op de foto met haar. Ja, pak hem Milo! Pak hem! Pak hem! Ja, nou is het klaar! Dit zijn van die dingen, het is zo goed dat dit op camera staat. Milo's bed leeg laten lopen. Nee, Milo. Jawel, natuurlijk! Zo. What the fuck? Kolo, man! Kolo! Hoe is dat nog komen? Ik heb helemaal niks gedaan. Ja, ja, ja. Oh, oh. Ja, die hangt er aan. Wanneer komt de deal weer de middel terug? Ik kan niet binnenkort nog even. Als niemand het verwacht dan, hè? Nee. Ik heb die 10 euro overnachting. Yeah! Ja! 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 Je bent voor! Ik ben voor! Ik ben geboren! Dit is een van mijn lievelingsvideo's. 3, 2, 1. 1, 2. Dit is niet leuk, hè? Ik wil graag even een visbier in de video. Bloedhufter! Ze eten onze hele tent op en eentje likte net mijn auto. Ik wil niet meer! Oh, hij poep! Hier hadden ook een soort medelijden, maar ook weer totaal niet waar. Nee! Zo, oké. Wauw, natuurlijk! Ik moet zeggen, toen ik naar mijn Koenen aankwam, dacht ik echt van ja, hoe gaan we dit volhouden? Het is echt saai. Maar het is echt een leuke avond. Is het koud? Oh mijn god, wat een mafke! Ai, 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 ai! Dag meneer! Dat is zo mooi! Ja, mooi. Ik ben baldadig door de week, ik ben baldadig, geen je niet kent. Ik ben baldadig. Nou, zo'n oudje, naam bekend. Maar ze zegt dat ze me niet kent. Mixpack helemaal niet uit moeten dagen.
Met je Martin Garrix pokoe. Oh! Had altijd een aardig chatje zonnebrilletje op net, vond ik. Ja, wat is er van jou? Ja. Dus twee chicks, twee figuranten hier die gewoon met z'n tweeën heen waren gekomen. Uit Friesland hadden ze hier een hotel geboekt om na onze clipopname te kunnen pitten. Nou, natuurlijk een paar van die ongelooflijke geile hitsige kijkers van ons. Ja, gewoon kijkertjes. Die liggen daar nu vreselijk. Hoe die net te ketsen. Ik heb tegen even die gast gezegd van, laat even weten hoe het gaat. Daar gaan we een DM'tje sturen. Ja. Mag je het zien? Toen zei hij uiteindelijk dat het niks geworden was omdat vrienden, zijn vrienden wilden naar huis of zo. Maar ja, dat geldt al voor hun, maar voor de rest van de figuranten weet je niet. Docking is dat je zeg maar, je voorhuid over de eikel van de penis van een andere man haalt. Goed. Fuck, ouwe, dat is fiets. Doe een meisje fiets ook langs. Is dat een meisje van M9? Dan moet ik jou naar boven kijken, want wat denk je dat? Zonder nou micropenis dan? Een groot probleem. Doe dat zo dan, Milo. Ja, dat doe je op die manier inderdaad. En dan doe je in één keer zo je hoofd erin. Doe maar even. Oh. Dat is een beetje. Ik ga een reservetje aan. Heb je gebad? Ah, leuk video. Je stond kind. Ja, leuk video. 3, 2, 1. I just took a penis in my butt. Ja, dit kan ook echt niet, maar het is wel heel grappig. Hey, maar hoe werkt het dan? Stel je slaapt met andere mensen, zou je die ook wel eens nemen? Slaap met z'n tweeën en ze denken, weet je, ik ga gewoon neuken. Dat is ook deel van die single reismensen doen. Die gaan dan gewoon zo'n hostel en hopen dat er daar een andere... Echt? Hoe weet jij dit? Ja, van verhalen, weet je wel. Nee, hier heb ik dus je moeder ontmoet. Oei! Zo. Ik ga even barf. Laat me even zoomen. Ja, doe maar even je audio aan. Mensen, Mia zit nu dat er weer hij gaat kotsen, want hij zegt, hij is tering. Dat was echt heel erg. Je hebt twee keer gekost dit jaar. Wel iets meer hoor. Ik vond het wel echt bizar hoeveel die kots naar koffie smaakt. Dit is Studio Sport. De avond uitzending. Nee. Ik kan je gewoon niet naar kijken. Ik kan niet naar dit is niet pijnlijk of zo. Ik krijg er ook een beetje kriebels van als ik het lang naar kijk. Oh nee. Die kots ook allemaal. Het is mooi om te zien hoeveel pijn de andere gasten ook hebben als ze dit zien. Hier gaat het mis. Oh, de taaien. Zo, je keek je zo lief, nu leek je echt een stelletje. Hoor het een bier met een beetje. Jij was ook zo mongool dat je nog een keer terug ging. Nee! Mario. Dit is een van de best bekeken shorts nu al. Hoe bedoel je? Je kan goed IBL-verlijn nadoen. Ik heb met IBL een goede relatie gehad op het veld en buiten het veld. Ik zou niet weten waarom ik hem moet nadoen. Kun je een sketch doen tussen Ibrahim Afflijn en Ruud Gullit? Ik ga niet als een of andere soort... Kan ik wel doen. IB, dit is helemaal geen onmisselijk weertje vandaag. Hè. Mijn tijd met Milaan was altijd warm, maar hier is het, voor Nederlandse begrippen is het helemaal niet onaardig. Nee, dat vind ik ook inderdaad. Ik vind het ook zo fantastisch dat je als Mario elke keer maar drie woorden doet. Oh, tuurlijk, serieus? Je hebt me gevonden. Zeg je Mario niet, Ben? Serieus? Is dat echt zo? Hé, Mario, maar fuck, zit je erin? Oh, je hebt me gevonden. Hé, hey, Mila, wil je even knuffelen met mij? Ja. Kom maar. Nee, jij moet hier komen. Oké. Hé, mongool, je tent! Doe eens rustig met mijn tent, idioot! Mannen, wat een leuk jaar! Een fantastisch jaar, zeg! We worden elk jaar weer grappiger. Mensen, ik hoop dat jullie hiervan genoten hebben. We wensen jullie een fijne kerst. En alvast een fijne jaarwisseling. En een fijne jaarwisseling. Maar daarvoor hebben we nog wel wat dingetjes in pet. Ja, we hebben gewoon nog twee video's tussendoor. Dus vergeet niet te abonneren ook daarvoor. Want anders ga je zeker iets missen. En dat wil je niet. En zeker niet 2022 goed voornemen om te abonneren. 2022 gaan we nog leuker vieren. Dat roept ook al 4 jaar. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus we zien jullie volgend jaar bij nog leukere video's. Mario, leuke gaat paddenstoelen eten. 700.000 abonnees. Gaat Mario aan de mushrooms. Kan niet. Sorry daarvoor, mensen. De pik is uit de kut gevloept. Ik werd een beetje te enthousiast toen ik mijn zaad zag.